Welkom. Vandaag gaan we verder met intercellulaire communicatie. We duiken iets verder de cel in met dit filmpje. We hebben eerst gekeken naar, naar wat voor een soort van receptoren kunnen we gebruiken voor intercellulaire communicatie in het vorige filmpje. We hebben gekeken hoe cellen met elkaar communiceren als ze dicht bij elkaar zijn. De rest van de filmpjes hebben we eigenlijk alleen maar over lange afstanden. We hebben van een ligand, dat stukje hier in het rood. Als signaal van de ene naar de andere cel wordt overgegeven. En we gaan vandaag iets dieper dus die cel in om te kijken van hoe zit dat nou in elkaar. Dat we met behulp van die relay moleculen, oftewel die estafette moleculen, hoe we dat signaal kunnen overbrengen. Ja, want wat we weten van die intercellulaire communicatie, het begint allemaal met dat ligand wat aankomt, wat wordt opgepikt door een transmembranenreceptor. En in dit eerste geval is die transmembranenreceptor is ook weer een receptor, ja, die we eerder hebben gezien. Hè? Transmembraan, dus hij steekt het hele membraan over. Nou, wat zie je? Dat ligand is opgepikt. Dat zorgt voor een signaal. En dat zorgt dat een relay molecuul actief wordt. Dat geactiveerde molecuul, dat zorgt dat een inactieve kinase een actieve kinase wordt. En dat doen we dus een paar keer. Ja, dat doen we hier. Je ziet hier dat dit actieve kinase zet weer een inactieve kinase aan om een actieve kinase te worden. Ja, het lijkt wel alsof ik stotter, maar nog een keer. Deze actieve kinase die zorgt er weer voor dat een inactieve kinase een actieve kinase kan worden. En als we dan drie keer dit dingetje hebben gedaan, ja, deze overzetting hebben gehad. Je ziet hier door middel van ATP wat ADP wordt. En je ziet hier ook die fosfaatgroep zitten, dus hè, dat doet een kinase. Een kinase die zorgt voor fosforylatie, dus die brengt die fosforgroep van ATP over naar in eerste instantie het inactieve kinase en dat wordt daarmee actief. Zitten we hier op de derde kinase, die kinase die activeert weer een inactief eiwit. Ook weer, het is een kinase, dus ook weer met behulp van een fosfaatgroep. Dat wordt een actief eiwit en dat zorgt uiteindelijk voor een celrespons. Dan vraag je misschien af, wat een gedoe. Ja, want uiteindelijk had dit actieve eiwit had natuurlijk ook gewoon hier kunnen zitten. Waarom gebruiken we dan zo'n ontzettende, wat we noemen, fosforylatiecascade? Ja, om dat signaal helemaal over te brengen naar dit laatste actieve eiwit. Nou, een van de mogelijkheden, of een van de redenen waarom dit gedaan wordt, is omdat we het signaal kunnen versterken. We kunnen op deze manier een versterking van het signaal bewerkstelligen, wat we niet zouden kunnen doen als die cascade er niet in zit. Een andere manier, of een andere reden moet ik zeggen, een andere reden dat we dit doen, is omdat we aan meerdere knoppen kunnen draaien om dat signaal, ja, om dat signaal sterker te maken of af te zwakken. We hebben dus meer knoppen en we kunnen deze hele cascade kunnen we dus beter reguleren. Dus we kunnen die celrespons als cel beter reguleren als we die cascade erin hebben. Dus we kunnen in plaats van dat die respons aan of uit is, kunnen we die respons kunnen we ook in gradaties kunnen we die aan of uitzetten. En dat kan niet als dit actieve eiwit daar zou zitten, dan zou het alleen een aan- of uitsignaal zijn. Met behulp van deze cascade kunnen we dus een draaiende knop, zeg maar, maken waarmee we de celrespons kunnen reguleren. Nou, denk even na, hoe zou dit eruit kunnen zien dat dit werkt als versterker? Denk er even over na, zet hem even op pauze, ik geef je dan even de tijd en dan als je een idee hebt, ja, dan druk je weer op play. Dus even een pauze. Even heb gecleared in mijn tekening. Nou, de oplossing is, die je misschien ook al bedacht hebt, dit actieve relay molecuul kan niet één kinase omzetten in een actieve kinase, maar die kan daar meerdere, zeg 10 keer, een inactieve omzetten naar een actieve kinase. En datzelfde geldt voor dit actieve kinase. Die kan niet één inactieve kinase omzetten in een actieve kinase. Die doet dat misschien ook al 10 keer. En dat doen we nog een keer 10 keer. Dus nou is dit signaal, is 10 keer 10 keer 10,
is al 1000 keer versterkt. En zo zie je, ja, zo zie je dat die cascade, hoe langer we die maken, des te hoger is dat versterking, is dat versterkingseffect. En kunnen we dus zorgen, ja, dat we een enorme grote celrespons krijgen, terwijl we maar één ligand hebben. En dat kan wel tot bijna 1 miljoen moleculen die uiteindelijk hier geproduceerd worden op basis van één ligand die wordt opgepikt. Nou, dat is natuurlijk wel fenomeen, zo'n versterking. Ja. Wat hier allemaal niet in staat, want dit is een grote vereenvoudiging, is dat, wat ook een voordeel is, wat ik net al zei. We kunnen het signaal kunnen we ook weer dempen. We kunnen het stilzetten. We kunnen het uitzetten. We kunnen het zachter maken. Ja, hoe wordt dat gedaan? Nou, alles is weer terug te draaien. Dus op het moment, ja, dat we met een fosfatase, ook weer een eiwit, ja, deze fosfaatgroep verwijderen van het kinase, dan wordt mijn actieve kinase weer een inactieve kinase. En dat kunnen we natuurlijk meerdere kanten in die cascade kunnen we dat doen. Een voordeel is, ja, dat we dat signaal dus kunnen verzachten. En een groot voordeel is dat we niet een heel nieuw kinase hoeven te bouwen. Nee, we halen alleen die fosfaatgroep er even af. En daarmee is die inactief geworden. En we kunnen die kinase dus gewoon steeds opnieuw gebruiken. Ja, die is niet maar één keer te gebruiken. Nou, dat is ook dus een fantastisch gevolg van dit cascadesysteem. Andere waar ik in dit filmpje nog even je aandacht op wil vestigen is, en je ziet het al hier, gaan we even terug bij een eiwit wat we in een vorig filmpje gehad hebben. Ja, een GPCR, een G-proteïne coupled receptor, ook weer een transmembraan receptor, zoals we dat gewend zijn. Ja, je ziet hier ook weer een ligand, is een ander ligand dan het voorbeeld wat we net hebben gehad. Die zet een G-proteïne aan, dus met dat GTP wordt die actief. En dat G-proteïne, dat activeert het adenylcyclase. En dat doet iets bijzonders. En dat zet ATP, wat we kennen, ook weer van deze cascade. Ja, dat zet dat ATP om in CAMP. CAMP is een bijzondere vorm van AMP. Adenine monofosfaat. Ja, dit is trifosfaat, dit is monofosfaat. Waar staat die C nou voor? Het is cyclisch. Die laatste fosfaatgroep die zit dubbel gebonden aan het ribose. En dat is een heel veel voorkomende second messenger. Die kan ook weer een kinase activeren. En dan kunnen we ook weer via een of andere cascade of relay moleculen kunnen we ook weer een celrespons krijgen. Dat CAMP, en dat vind ik belangrijk dat je dat onthoudt. Dat CAMP is een zeer bekende, zeer veel voorkomende second messenger. En een second messenger is dus zo'n stof, ja, waarmee je een boodschap kan doorgeven. Eigenlijk is die second messenger, die doet heel vaak hetzelfde als zo'n cascade. Ja? Maar dit is dan geen proteïne. In die cascade zijn natuurlijk altijd proteïnen betrokken, allemaal eiwitten. Ja? CAMP is dat niet, het is een nucleotide. En wat kan nog anders gebruikt worden als second messenger? Dat zijn vaak ionen die een oplossing zijn. Ja, en calcium-ionen, Ca2+, zijn zeer veel voorkomende ionen die dus ook als second messenger een rol kunnen spelen om dat signaal dus door te brengen. Hetzelfde, hè, wat we hier gehad hebben. Ja, we kunnen ook weer dat versterken. En we kunnen ook met behulp van een enzym wat dat CAMP, dat cyclische, eruit haalt. En dan wordt het dus gewoon adenosine monofosfaat. En dan is het dus geen second messenger meer. Dus die kan heel makkelijk die moleculen ook weer ombouwen. Dat ze niet meer als second messenger zijn. Daarmee hebben we ook weer een knop waar we aan kunnen draaien. Dan kunnen we dus ook weer meer of minder actieve kinases maken. En zo hebben we dus ook weer in plaats van een aan of een uit knop voor die celrespons. Daar hebben we dus ook weer een situatie waarin we dat meer als cel kunnen reguleren. Nou, daar gaat het natuurlijk allemaal om. We willen een celrespons niet op één keer bam, voluit gaat en dan weer nul is. Nee, we willen een celrespons, ja, die geleidelijk aan en uit kan, ja, met alle tussenliggende stadia. En daar zijn hier twee manieren voor. Nou, ik hoop dat dit bijdraagt aan wat meer begrip van wat er nou allemaal in die ene cel gebeurt. Ja, als dat ligand een transmembrane receptor heeft opgepikt. Ja,
Zo niet, stel je vragen hieronder in de comments. Ja, ik antwoord altijd. En wie weet, hoor ik van je. Succes!